Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Flatlander Performance, Deine.nl, Automotorenonderdelen.nl, Kamphuis, Sloopwerken en Asbestsanering en Trendhout, het exclusieve buitenleven. Welkom bij het Eurel Nederlands Kampioenschap Autocross, de eredivisie van deze nationale tak van autosport, waar de top van de regionale clubs het tegen elkaar opnemen. Wie een hele kluif had aan de zandbaan van Gersland in Friesland, eerste ronde van het kampioenschap, kon zich hier in Gelderland helemaal gaan vastbijten op een nog zwaarder parcours voor ronde nummer 2 van de titelstrijd. De stichting Circuit Oldebroek. Al 50 jaar organiseren ze succesvol motorsportevenementen. Ja, ze hebben nu voor hun eerste NK Autocross echt alles uit de kast gehaald. 200 inschrijvingen en zij kwamen in actie op deze 586 meter lange loodzware zandbaan. En dat was zelfs voor de meest ervaren coureurs in het Eurel NK Autocross een uitdaging. Zoals altijd, via 3 kwalificatiemanches plaatsen de 15 beste rijders zich voor de finale. Bij de nieuwe junior buggyklasse zijn dat de beste 12. En dan in de finale worden de belangrijkste punten voor het kampioenschap verdeeld. Wie is in Oldebroek de snelste in zijn of haar klasse? Het komende half uur, de hoogtepunten. Het is een primeur dus voor de stichting Circuit Oldebroek, hun eerste NK. En ze werden op het idee gebracht door dorpsgenoten, superklassecoureur Bart-Jan Blauw en sprint 1600 deelnemer Maarten de Weert met startnummer 328. Maar de Weert zit er niet heel relaxed bij. Direct al in de eerste mars, problemen. De eerste mars moest ik vanaf de eerste rij komen. Toen kwam ik de eerste de bocht uit. Ik lag op kop. 5 rondes op kop kunnen rijden. En de laatste ronde, ja, toen ging ik het mis. Toen sloeg de bak vast. En ja, toen klapten ze van achteraf allemaal achterop me. Konden ze niks aan doen. En ik stond daar stil. Maar goed, dat was wel jammer. Uiteindelijk, ja, dan denk je jongens nog één rondje. Volhouden zo. En dan mooi in de eerste plaats binnen. Mooi aantal punten gescoord. Maar helaas. En dankzij de inzet van het team kan de Weert wel starten tijdens de 2 resterende manches. Een ultieme poging nog om de finale te halen, maar dat zit er niet in. Hij wordt 25e en mag de finale vanaf de zijlijn gaan bekijken. Wie staan er wel in de finale? De wetenschap dat de eerste ronde van het kampioenschap in Gersloot werd gewonnen door Michel Schoenmakers. Die staat helemaal rechts, maar Schoenmakers was niet het beste in de manches. Dat is Gert Visser. Die start als tweede van rechts. Helemaal links staat Rob van Mierlo, één van de kanshebbers voor de uitzet. Opvallend afwezig is Dirk-Jan Middelveld, kampioen in de klasse 2018. Al niet succesvol in Gersloot, nu technische problemen in manche nummer 2. Hij is er niet bij. De opening, de finale, is er voor Gert Visser en Michel Schoenmakers. Lopen meteen weg met een groepje erachter met Jari Kroling, het geel-wit. Jaak Spies, Jimmy Hop, positie nummer 3 in de wedstrijd is er voor Rens van der Haas, met daarvoor Schoenmakers en Visser. Dit is met start nummer 309, Patrick Boesekol probeert zich op die loodzware baan naar voren te werken, is niet makkelijk. Kijk eens hoe snel het beeld van de wedstrijd verandert. Schoenmakers op voorsprong, Visser valt terug. Van der Haas ligt tweede, van Milo Dela. Dit is misschien wel het meest interessante duel van deze tweede finale van het seizoen. Gert Visser, volgende beeld in duel met Jari Kram. Kroon die veel aan het verdedigen is en dan hier eigenlijk het foutje maakt. Naar buiten stuurt, een koprol voorkomt, maar hij is licht teleurgesteld. Hij mist hier de aansluiting om de vierde plaats. Dat is jammer. Van bovenaf gezien, ontketend. Alhoewel bij de finish 1,8 seconden voorsprong, maar het is de tweede van het jaar voor Michel Schoenmakers. Vanuit het niets komt Schoenmakers naar voren en slaat toe. De motor is goed, het team is goed. Ja, ik voel me eigenlijk goed in de auto. Ja, alles valt op zijn plek nu. Het is... Geluk hoort er natuurlijk ook bij, maar hoe we het nu voor elkaar hebben, ik denk dat we goed voorstaan voor het kampioenschap. Dan gaan we naar de tourwagenklasse, de bloedsnelle overwegend vierwielaandrijvers met de meest fascinerende oplossingen om de auto zo snel mogelijk te krijgen. Doe je het goed, dan rij je vooraan mee. Heb je je zaken niet op orde, dan is de dag snel voorbij. En dat hadden we niet gedacht van Sepp Aerts. Vorig jaar vierde in het kampioenschap, maar hier in Oldebroek heeft hij een aaneenschakeling van technische problemen. Een 20e plaats en dus geen finale. Wie we ook missen in de finale is Marco Tuchter. Kwalificeerde zich als 4e voor de finale, maar heeft technische problemen. Ja, dit wordt er voor u thuis wel eentje. Ga er goed voor zitten. De Tourwagens. Gegarandeerd spektakel met Van Leeuwen. Het beste in de manches. We hebben een camera gemonteerd in zijn auto. Van Leeuwen in de openingsfase. Achter sterk gestart. Dat is Robert Beelen met die nieuwe auto. Komt hier zonder verwachtingen. Maar kijk naar dit moment. Achter in de beeld. Tom van Leeuwen.
Dit is niet des Nederlands kampioen. Een zeldzaam foutje voor Van Leeuwen. Met heel veel schade als gevolg. Van Leeuwen gelukkig ongedeerd. Maar de regerend kampioen vierde tijdens de openingswedstrijd in Gerslo. Dit is vanuit de auto gezien. Hij zet hem. Hij hapt in één keer. En hij is hem kwijt. Het gebeurt in bocht nummer 4 van de wedstrijd. We krijgen een herstart zonder Breedland van Heesen van de Vossenberg. Het is een slijtageslag. Robert Beelen met de nieuwe Audi had al problemen met de multiriem. Krijgt nu een elektronisch probleem. En mist daardoor rechts in beeld. Complete herstart. John Verberg in het midden van de beeld. Aan het knokken met Richard Kools. Die snel is. Maar Kools gaat terugvallen. Krijgt dan technische problemen. Pascal Sangers meldt zich bij de eerste 3. Kools zit dan op een ronde achterstand. En dan krijgen we nog dit moment in de slotfase. Leiden Verberg komt in aanraking met Kools. Verberg die met zijn team de hele nacht heeft doorgewerkt omdat er problemen waren met de oliepomp. Men heeft de motor nog moeten wisselen. 2:30 s'nachts was de auto klaar. Wordt dat beloond? Ja, dat wordt beloond. Verberg wint voor Robert Beelen en Pascal Sangers. Wat een finale. Ik was een beetje over de emmer omdat ik geen goede start had. Ik was pas vierde weg en ik had eigenlijk wel gehoopt op de top 3, eerlijk gezegd. Maar het viel zo slecht uit en... maar nu met de herstart viel alles op zijn plaats. Ja, Beelen start heel snel. En gelukkig kon ik hem langs binnen inhalen. De competitie binnen het Euro-Nederlands kampioenschap autocross lijkt de afgelopen jaren sterker dan ooit te zijn. De gevestigde namen hebben het niet eenvoudig om vooraan mee te doen. Iemand die erover mee kan praten is Jan-Paul Klaster. In 2014 pakte hij voor de laatste keer de titel in de beroemde beruchte Keverklasse. En moest zelfs in 2017 zijn meerdere erkennen in nieuwkomer Ivo Galekop, die het jaar daarna, 2018, ook de titel binnenhaalt. Natuurlijk, het blijft altijd moeilijk. Het is een grote concurrentie. Ja, het is echt sterk, de deelnemers van dit jaar in de Kever. En iedereen wil winnen en dat is gewoon het moeilijkste natuurlijk. Nou, Gersloot zijn we de eerste keer uitgevallen natuurlijk, met een kapotte voorhuis. Dus op zich, die dag liep niet echt lekker niet. Ja, en hier, het is gewoon, ik hou natuurlijk al mijn veren, ik sta er alles bij met de jaren ervoor. Dus zoek je er een beetje bij en nu moet je de auto voor de finale perfect maken. Klaster komt als tweede uit de manches en staat dus op de eerste rij voor de finale van de Keverklasse. Overigens als enige rijdt hij met een Hayabusa motor. De rest van de eerste rij rijdt met Ford motoren. Wat valt ons op? De startkit van de finale. Jasper Pauw als vijfde uit de manches, maar ontbreekt op de eerste rij motorproblemen. Net als zevenvoudig kampioen Arjan Stokkink kwam in de tweede manche al niet meer in actie. De opening, hier de finale in Onderbroek. Waarin Marco Rabe snel opent samen met Ivo Galekop. Maar het is Jan-Paul Klaster in het geel die meteen een voorsprong pakt en die voorsprong heel snel uitbreidt. Aanval op de derde plaats. Dit is Ilko Kruis in het rood met nummer 405. Aanval mislukt. Rick Pasman heeft ondanks veel werken een auto die niet lekker loopt en valt verder terug. De top 3 dan. Met op de derde plaats Marco Rabe, tweede Ivo Galekop. En Jan-Paul Klaster wint zijn eerste van het jaar. Ja, een leuke dag gehad. Vanmorgen heeft hij problemen met de natte baan natuurlijk. Gaan daar wat droogte de baan wat op. Druk met de veer aan de gang geweest, bandenspanning, alle rare dingen en finale dan was het weer heerlijk. Ja, eindelijk. Van de Kevers gaan we naar de Divisie 2, de productiewagens, de voorwielaandrijvers. Ja, die hadden het extra zwaar hier op het Mullerzand van Onderbroek. En dat zorgde er ook voor dat de aandrijflijn het zeer zwaar had. Dat ondervond onder andere Bram Kemna, die na de eerste march hard aan het sleutel is. Ja, wel iemand aan het werk, net over, wel tweede over de finish. Maar toen we net over de finish in kwamen, net 2-3 meter ervoor, knapte de tweede versnelling kapot. Dus we zijn nu snel een versnellingsbak aan het wisselen. En hopen dat we straks op tijd klaarstaan en dat we de tweede serie weer kunnen rijden. Positie nummer 6 in de Masters voor Bram Kemna. We zien hem zometeen terug in de finale vanaf rij nummer 2. Dan de favorieten. Uiteraard hoort daar de familie van der Vecht bij. Marco reed tijdens de eerste wedstrijd van start tot finish aan de leiding. Nu in Onderbroek zit Falco achter het stuur. De auto is sterk. Ja, de motor is ook alles goed. We hebben alles goed passend op elkaar. De vering is goed, de banden zo. Ja, alles past nu mooi als een plaatje in elkaar, zeg maar. Falco van der Vecht komt als vijfde uit de manches. Op de eerste startrij van bovenaf gezien. Kijk eens hoe onwijs druk het was in Onderbroek. De sport leeft. Kevin van Beek als snelste uit de manches. Regerend kampioen staat rechts met daarnaast Romaiko Sinke, Gerald Notenboom en Danny van Wanrooy. Het is een beetje links voor Falco van der Vecht, alles of niks. Ze hebben na wat slechte manches de vering bijgesteld. Hier met startnummer 837. Dat moet de winst gaan geven.
Laten we gaan kijken naar de start. Wie is er als snelste weg in onderbroek? Links helemaal zit Van der Vecht. Die lijkt niet als snelste weg. Wat gebeurt er vooraan? Daar opent Van Wanrooy. Die neemt met zich mee aan de binnenkant regerend kampioen Kevin van Beek. Van Beek tweede tijdens de openingswedstrijd van het seizoen. Maar toch komt Falco van der Vecht meteen naar voren. Kijk eens links in beeld in een blauw-geel. Kiest heel slim de buitenste lijn en pakt dan de leiding over. Veel steun van zijn vader. Het brein achter de krachtbron van de Renault Clio. Sterk, meteen nu op voorsprong. Van Wanrooy tweede, Kevin van Beek derde. Kijk eens hoe snel de opmars komt van Maurits Schuurmans. Die komt een partijtje snel naar voren, maar het is niet voor lang. Schuurmans krijgt daarna technische problemen. Hey, en regerend kampioen Kevin van Beek gaat ook wegvallen. De kampioen van 2018 is volledig weg bij de eerste drie en moet even later zijn auto zelfs aan de kant zetten. We hebben ook verrassingen in deze finale. Hij ligt voorlopig nog vierde, is bezig met een aanval. Daar komt hij aan in de geelblauwe Renault Megane, Bram Kemna. Derde tijdens de openingswedstrijd in Gersloot. Had nu tijdens de eerste manche wat problemen met de versnellingsbak. Wil aanvallen, maar wordt uiteindelijk vijfde. Klaassen vierde, Gerard Notenboom derde, Danny van Wanrooy tweede. En de familie van de Vecht. Het is de tweede zege van het seizoen. Hebben we een opvolger voor regerend kampioen Kevin van Beek? Het lijkt er wel op. Ja goed, we wisten eigenlijk niet wat we ervan moesten verwachten. Dus we hadden eigenlijk alles op alles gesteld voor de eerste bocht. Als we dan voor waren, dan was het dan een ander verhaal. En dat is ook gelukt. Tot zover de eerste finales vanuit Oldenbroek. Een loodzware baan wat nog voor de nodige verrassingen gaat zorgen bij de resterende finales. En die ziet u zo meteen na de onderbreking. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Flatlander Performance. Optie1groep.nl. Autobedrijf John Naus. Fast and Speed. Made in Racing. En Trendhout. Het exclusieve buitenleven. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Flatlander Performance. Dijnen.nl. Autoschade De Haan Harkema. Ton van Leeuwen Customs. En Trendhout. Het exclusieve buitenleven. Welkom terug bij het Euron Nederlands Kampioenschap Autocross, waar de top van Nederland en soms zelfs van de nabijgelegen landen strijden om de dagwinst. En natuurlijk de oh zo belangrijke punten voor het kampioenschap. Het niveau stijgt ieder jaar weer en de competitie neemt toe. En dat ziet ook Euron, dit jaar de nieuwe hoofdsponsor van het NK Autocross. Nou, Euro staat voor kwaliteit allereerst, maar daarnaast ook ja, eigenlijk een stapje extra doen. Dus daar waar anderen ophouden, toch nog een stap extra zetten. Om uiteindelijk ja, onze klanten oplossingen te bieden. En als je kijkt naar de rijders en de teams die hier aan deelnemen, ja, die komen uit verschillende hoeken, verschillende achtergrond. En ja, dat is waar wij ook in actief zijn. Hè. We zijn niet alleen in de autosport actief, maar ook in hele andere ja, industrieën en segmenten. En dat komt hier allemaal samen. Wij presenteren u met trots de superklasse. De motoren en de versnellingsbakken in dit Nederlands kampioenschap autocross worden tot op de limiet gedreven om het maximale eruit te halen. In het zware zand van Oldenbroek is dat geen uitzondering. Maar ook op de andere ondergronden hebben de deelnemers de nodige uitdagingen. Vraag dat maar aan superklasse deelnemer Wilhelm Fransen. De man die al 28 jaar deelneemt aan de autocross heeft een berg ervaring waar je u tegen zegt. Hij kan ook zeker mee gaan doen dit jaar voor de titel. Maar het is voornamelijk technische pech die de Audi-rijder de kansen op het kampioenschap steeds ontnam. Ja, vorig jaar hebben we de motor kapot gereden. En hebben we nu weer gebouwd met Kronenburg. En toch nog wat kinderziekjes uitgehaald. Vorig jaar een paar keer getest. Toen dachten we eigenlijk dat we er waren. Maar vorige week, twee weken liggen in Gersloot, ja, toch weer een foutje gevonden. Hopen we nu opgelost te hebben en dat we nu kunnen gaan ervoor. Wilhelm Fransen rijdt met een Audi TT 2150 motor. Opgeboord en voorzien van een turbo en een compressor. Dat is echt het serieuze werk. En dus ook serieus goed je huiswerk doen. Ja, we zaten met de koeling, met de luchtkoeling zaten we problemen. En dat had ik van tevoren niet. Ik had twee weken ervoor ook gereden. Toen was het gewoon perfect. En nu was het niet meer goed. Dus ja, we hebben deze week nog een andere intercooler gemaakt. Had de rollerman gezet en nu moet het opgelost zijn. Dus we gaan er weer voor. We gaan nu meenemen naar de finale van de superklasse. De Eredivisie. Dit is dé klasse met de grote kanonnen. Let op de tweede startrij op Jeremy Knap. Kan hij hier toe gaan slaan? Knap werd tweede tijdens de openingswedstrijd in Gersloot. Die werd gewonnen door Johan de Jong. De Jong tweede in de manches. Best in de manches is Mark Bartelen. Bartelen meteen in de achtervolging.
poeps, daar is even een momentje voor Jeremy Knapp. Hij ontsnapt, komt uiteindelijk niet verder dan positie nummer 7. Versluis leidt de wedstrijd. Bartelen komt er eigenlijk niet aan te pas en rijdt dan ook nog lek en valt terug. En die lekke band is er ook voor leider in de wedstrijd, Peter Versluis. Had al zijn uitdagingen gehad in Geersloot en voelt hier de druk van Johan de Jong. Versluis met een lekke band probeert te verdedigen en redt het. Het wordt een close finish, 11.000ste het verschil. En Versluis wint dankzij een nieuw systeem op de achterbanden. Het redt hem. Ja, wij hebben een beatlock systeem er inderdaad op zitten. En dat is mijn redding geweest. Ja, deze banden rijden met een beatlock. Dus dan zit het inderdaad met boutjes ook allemaal vast. Dus dat is mijn geluk geweest. Want een e-miller had er nooit onder gebleven. Die is lekker en dan is hij er ook af. Ja. Van de superklasse naar de sprint 2 liter klasse. En in die klasse start Edwin Tolkamp voor zijn 4e seizoen alweer. Van de viervoudig sprint 1600 kampioen wordt natuurlijk steeds heel veel verwacht. Maar het kwam er vorig jaar niet uit. Dit seizoen is hij ijzersterk teruggekomen. Zoals hij zelf zegt, de sprinter luistert nu echt naar mij. Ja, op het ogenblik gaat het allemaal naar wens. Dik blijft op de wielen. De vorige keer het seizoen niet zo best begonnen. Vorige keer derde geworden. Nou, en ja, vandaag zullen we het zien. Het is weer zand, daar rij ik graag op. Dus we gaan ons best doen. Edwin Tolkamp komt als 4e uit de manches. Best in die manches is in het midden van het beeld helemaal in het wit. Mervin Klaassen, allerlaatste moment ingestapt. Hij zou een jaar niet rijden. Vormt wel een team met Jeroen van Zon, maar Van Zon is geblesseerd. En Klaassen zonder de nodige verwachtingen hier naar Oldenbroek afgekomen. En hij is snel. Maar kan die bij de start ook meteen mee gaan komen? Van bovenaf gezien. Nee, Klaas in het wit zit niet bij de beste. Dat zit ook niet Chris Wagenaar. Problemen gehad in Geersloot, lang gesleuteld aan de auto. Dan is in de marges een vervelende aanrijding met Leonard van der Ven. Wat schade aan de auto van Wagenaar. Komt als een van de laatste op de startrit. En moet meteen ook een aanval in gaan zetten. Daar komt hij aan, Wagenaar. Op jacht naar dure punten voor het kampioenschap. Leiding in deze finale is in handen van Bastiaan Hogeboom. Had al motorproblemen vooraf. Tweede tijdens de openingswedstrijd in Geersloot. We zitten in een fase waarin Chris Wagenaar boven de beeld in het blauw naar voren komt. En rechts is het. Vanuit het niets, Mervin Klaassen. Zijn start was niet goed, maar dan komt hij naar voren. En dan knokt hij met Bastiaan Hogeboom om de leiding. En kijk eens hoe snel dan Klaassen zo'n voorsprong neemt. Hij heeft het wel lastig. De laatste 3 rondjes van de wedstrijd. Wordt moe, maakt wat foutjes, maar de voorsprong is groot genoeg. Schuurman in het geel knokt zich nog naar positie nummer 2 voor Edwin Tolkamp. Deze Jan Hendricks links in de beeld valt dan uit met technische problemen. Het is een zware baan, maar een gaaf gevecht. Ik moet 1 ding doen en dat is mijn team bedanken en de jongens van Dukes, want die hebben echt... Ik had het woensdagavond pas beslist van nou we gaan. Alles op alles, ding klaar, kappenzetje erop en echt waar. Nou, Jeroen had natuurlijk de eerste wedstrijd gereden, motor geprobeerd en gedaan en ja, die mannen zijn zo fel ook. Die kloppen bij mijn team en de jongens zijn 1 en ja, dat zie je, dat werkt. En dan de Junior Bucky, de springplank voor jonge talenten die verder willen doorgroeien in de sprinters. Het kampioenschap dat een maximale motorinhoud van 600 cc, 2-wiel en 4-wiel aandrijving toelaat. En het is nieuw dit jaar binnen het NK Autocross en er wordt direct hard gereden. De 19-jarige Bart van der Putten doet vooraan mee. Van der Putten rijdt dit seizoen het EK en nu ook het NK. In Geersloot nog 5e. Hier in Oldenbroek pakt de winnaar van de laatste 2 EK-wedstrijden een 2e startplek achter Niklas Noldes, die de vorige NK-wedstrijd in Geersloot won. Dat had hij zelf niet verwacht, want hij heeft nadeel met zijn 4-wielaandrijving en het lage motorvermogen in het zware zand. Ja, toch proberen om het beste van te maken. Ik heb niet al te hoge verwachtingen. Ik verwacht meer op de kleibaan, toch wel meer... Ja, voor het top mee te kunnen doen, maar ik probeer er toch het beste van te maken vandaag. Na 3 marges gaan we ons opmaken voor de grote finale bij de Junior Buckies. Met helemaal links Ricardo Otto, werd 3e tijdens de openingswedstrijd in Geersloot. Daarnaast in het groen is het Thijs Kovarts, hij werd 2e. Dat zijn 2 mannen die gaan jagen op Bart van der Putten. Van der Putten, Europees gezien, succesvol. Nu zijn kans om toe te slaan in het NK. In een jaar waarin eigenlijk alles lukt voor Van der Putten. Maar in de openingsfase moet Van der Putten in eerste instantie nog gaan afrekenen met een zeer sterk rijdende Thijs Kovarts. Die heeft veel geleerd vorig jaar. Ja, dit kan interessant worden. Van der Putten is niet alleen in zijn achtervolging, want hij neemt mee Otto, sterk gestart, en Noldes. Dit is Noah van der Rijt in het geel met startnummer 204 bezig met een sterke opmars.
Kovacs begint al links langzaam te merken dat hij wat vermogen mist. Maar hij voelt nu ook wel de druk van Van der Putten aan de binnenkant. Daar is Van der Putten. Gedurfd, snel. Dat zijn de meters die hij maakt in het EK. Kovacs is hem dan helemaal kwijt en moet zich weer terug gaan knokken. En vindt dan twee tegenstanders in het duel om positie nummer 2. Dan de slotfase met in de hoofdrol Noah van der Rijt. Daarbij ook betrokken Nicolas Nolders, leider in het kampioenschap na de eerste wedstrijd in Gersloot. Dat is wel een momentje. In de herhaling, ook Kovacs is daarbij betrokken. Maar deze situatie zorgt wel voor een code rood. We krijgen niet meer een herstart van de wedstrijd. En dus is het Van der Putten. Wat indrukwekkend wat hij laat zien in Oldenbroek. Ja, ik merkte wel dat ik iets meer snelheid had. Alleen ik zocht een goede plek om hem in te kunnen halen. En ja, ik zag dat hij aan de binnenkant iets te veel ruimte overliet. En toen wist ik dat ik hem daar voorbij kon. En dan de laatste klasse van deze uitzending. Wat de junior buggy is als opstart voor jonge talenten in de sprinters, is de junior klasse voor de productiewagens. De 17-jarige Thomas Bartels maakte het jaar zijn debuut in de junior klasse en viel meteen op door de tweede plaats te pakken in Gersloot, de eerste NK van dit jaar. We hebben de eerste 3 jaar ongeveer met een Polo gereden. Daarna zijn we overgestapt naar een Peugeot. Dat ging al een stuk harder. En dan hebben we de Peugeot van Bruins overgekocht. En ja, dat ging helemaal perfect. Ja, nou staan we hier en alles loopt perfect. Thomas Bartels op positie nummer 6 na 3 manches. Daarvoor Gijs Kovacs, Gijs Wismans, Niels Massop, Mike Unk en Marijn Vos. Daar gaan we voor de laatste finale van een fantastisch eerste evenement ooit in Oldenbroek. Dat vraagt om een vervolg. Een finale bij de junioren waarin Lars van Kuringen niet dat kan laten zien. Datgene wat hij in Gersloot deed. Van Kuringen kan niet volgen. Maar wie opent er hier wel op die loodzware zandbaan in Oldenbroek? Wie kan, wie durft. Opening is voor Niels Massop in het zwart. Goede opening is er ook voor Thomas Bartels en voor Gijs Kovacs. Kovacs in het blauw-wit probeert hij de aanval in te zetten. Bartels voorlopig op positie nummer 3. Maken een klein sprongetje. U ziet van bovenaf gezien, de verschillen zijn wat groter geworden. Massop leidt, gevolgd door Kovacs. Thomas Bartels voelt dan de druk links van Marijn Vos. Technische pech gehad in Gersloot, heeft heel lang gewerkt, gesleuteld om de auto nu weer competitief te krijgen. Is hij ook in deze fase van de wedstrijd, maar hij valt uiteindelijk nog terug. Hier gaat hij voorbij Bartels. Uiteindelijk komt Vos terecht op P12. De top 3 met Bartels, Kovacs en Massel. Ja, ik heb gewoon beginnen op kop. We hebben eerst naar ingehaald. Wacht op foutje van de eerste. Ja, die heb ik gepakt. Ja, en vastgehouden. Sterk hoor, voor iemand die de dagen daarvoor nog op het laatste moment de versnellingsbak heeft moeten wisselen. Tot zover deze tweede ronde van het Euro MK Autocross 2019. Van Gersloot en Oldenbroek gaan we door naar het echte klei. We gaan naar Rosmalen half juli. En uiteraard ziet u een verslag van die wedstrijd binnenkort op 7. Tot dan! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door optie1groep.nl, automotorenonderdelen.nl en Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering.